We zijn altijd wel vrij zeker op podium. Eén ding ben ik voor zelf nog even vergeten. Oh, sorry. Is dat ik... Ja. Mijn telefoon aan het zitten. Je zit hier zo in uw kamer, zo. Gitaar hier. Ja, even kijken. Die gesponsord. Ja, Jan en Dries, goeiedag. Ja. Hallo. Wat is de laatste plaat die jij zelf gekocht hebt? Ik ga nog niet direct opkomen. Bij mij Bombay Bicycle Club. Zo'n vrij jonge gasten uit Engeland. Ik heb de plaat nog niet geluisterd, dus ik moest die voor mijn broer kopen eigenlijk. Ik heb die meegebracht en zelf nog niet gehoord. Maar, dus ik ben zelf nog benieuwd hoe dat ze gaat klinken. Ben jij er intussen al opgekomen? Nee. Het is echt al een tijd geleden. Heb je veel cd's thuis of laat je het allemaal een beetje? Minder als de Jan eigenlijk, maar wij delen meer zo van tijd. En als ik echt iets goed vind, dan koop ik het wel ook. Maar ik ben minder zo... Ik koop veel minder cd's als Jan wil. Ja, jij laat je het voorschotelen. Jan doet de selectie van jou. Ja, zo, als ik dan naar een paar dingen luister, ik vind het wel goed, dan ga ik het wel gaan kopen ook. Want dus. Lopen jullie smaak een beetje parallel enigszins? Redelijk wel. De Jan kan wel zo dingen goed vinden dat ik dan helemaal niet goed vind. Wat vind jij goed, wat hij niet goed vindt? Ik denk dat ik gewoon meer verschillende genres wel luister en zo. Soms ook wel meer psychedelische dingen dat Dries misschien op zijn zenuwen van krijgt. Maar dat je zo mee in een trip van een band moet zitten om het te snappen en zo. En ik kan wel begrijpen dat sommige mensen dat minder goed vinden dan. Want is jullie smaak de laatste jaren, tenminste als ik voor mezelf spreek, bij mij ook de laatste jaren, is jullie smaak geëvolueerd of is het vrij stabiel, zou je zeggen? Ik heb wel, denk ik, altijd al veel verschillende dingen beluisterd. Zo van oude dingen als de Stones Johnny Winter en van die bluesmannen en zo. Tot nieuwe muziek als die laatste platen van Yeah, dat waar het al meer elektronisch gaat. En dan ook Black Angels, waar het meer psychedelisch gaat. Of echt wel wat van alles zo. En dan uit al die verschillende genres gaat er zo, zonder het zelf te beseffen, wel dingen uit opsteken en onthouden dat je dan. Dat je weet van zo, je kunt dat wel gebruiken in je eigen muziek. Niet om te stelen, maar gewoon als inspiratiebron. Ja, inderdaad, ook bij de jij ook vooral een goede inspiratiebron geweest. Wat specifiek sprak je daarin aan? De drumpartij en de, ja, ook origineel zijn, het originele erin. Altijd. Dat je daar wel ook in terugvindt. Dat je echt wel hoort dat die er wel bij ook proberen origineel te zijn. Oké, okay, jullie voorste is 2007 uit de. Is het laatste, zijn jullie eigenlijk nadat het uitkwam, wanneer is het schrijfproces voor het nieuwe album wat binnenkort aankomt, Silver Threads, wanneer is dat? Is dat sinds die tijd zijn jullie daar al mee bezig geweest of is dat iets wat de laatste jaar vooral gebeurd is? We hebben met Set Your Heart on Fire vrij lang getoerd, omdat dat kwam eerst uit in Benelux en die is dan, we hebben daarna land per land moeten gaan warm maken voor onze muziek en ze kenden ons nog niet, We hebben daar wel op die nummers vrij lang gespeeld. En dan in de loop van die twee jaar hebben we altijd zo wat beter geworden als muzikanten. Wat variaties beginnen te maken van die nummers. Dan zo gewoon in kleine dingetjes zat dat dan. Om wat extra dimensie te geven aan nummers dat we al vrij lang speelden eigenlijk. Wat groeide er bij jullie de behoefte om iets heel anders te doen? Omdat je die zo lang nu hebben moeten spelen, die oude nummers? Ja, dat is vooral ook als we die live spelen. Dat we die, in het begin als we die begonnen te spelen voor de eerste keer live zo, was dat gewoon een nummertje spelen en zien dat je geen fouten maakt of zo. Maar dan op den duur werd dat meer zo stukken ertussen smijten, solos langer maken en zo. Dat voor ons eigen ook interessanter blijft. En voor het publiek is dat dan ook meer interessant omdat ze die dingen niet op de plaat gaan doen, maar wel als ze live kunnen kijken naar ons. Wat hebben jullie, omdat je met z'n tweeën maar bent, als je een fout maakt, dat het zwaarder op je dak valt dan als je misschien in een grotere band zou spelen? Of valt dat mee? Dat valt wel zwaar op natuurlijk, als iemand van ons twee een fout maakt. Maar ja, dat kan gebeuren, hè. Uh-huh. We kunnen ons eigen daar niet een jaar slecht over voelen omdat we een fout hebben
Nee, maar... Uiteindelijk, het is een live show en als er iets misloopt, er zijn er geen om ons te dekken en dan is dat maar zo. Maar we zijn altijd wel vrij zeker op podium en we hebben nu al genoeg shows gespeeld waar het er altijd wel is iets misgelopen. Dat we hebben ongeveer alles wel al eens meegemaakt. Dat we wel nu zo, zonder al te veel stress, we zijn eigenlijk bijna nooit zenuwachtig voor een show. Ook al is het voor veel volk of weinig, het is altijd wel zo op je gemak. Okay.